Het wijzigen van het burgerlijk wetboek is geen eenvoudige klus, zei NDP-parlementariër Suharto Mustanja vandaag in de Nationale Assemblée tijdens de behandeling van het nieuwe burgerlijk wetboek. En alhoewel er gezegd wordt dat er aanpassingen doorgevoerd moeten worden, moet er vooral rekening gehouden worden met de diversiteit in de samenleving van Suriname. Uitgaande van de internationale geratificeerde verdragen zou in het nieuwe burgerlijk wetboek een regeling getroffen moeten worden voor de LGBT-rechten. Tot nu toe is de constructie van de regeling dat je dan zegt, ja, we gaan dat nu niet regelen, maar op termijn wel, want de tijd is nog niet rijp. Ik wil u ter illustratie voorhouden, toen dat vraagstuk ook speelde ten tijde van de regering in de periode 2010-2015, toen is de oplossing voor dat vraagstuk gevonden door te zeggen dat de tijd nog niet is aangebroken en we zijn nu zoveel jaren verder. Dus die constructie van we gaan dat nader regelen bij een organieke wet is theoretisch wel daar lijkt het op een oplossing, maar in de praktijk betekent dat dat je in feite dat uitstel en dat kan leiden tot afstel. Maar het is wel een verdedigbaar methode om dat zo te regelen. Melvin Bouva vroeg zich na het betoog van zijn collega af of Suriname zo ver is om de rechten van de LGBT-gemeenschap te regelen. De kern hierbij moet volgens hem tolerantie zijn. Wanneer er sprake is van tolerantie, zullen een aantal zaken op hun plek vallen, zodat Suriname bewoonbaar wordt voor een ieder, meent Bouva. U kunt nu noemen ja, de rechten van de LGBTG, dat is recht, human rights, dat overal in de wereld erkend, ook in Suriname, erkend zal moeten worden. Maar in datzelfde rijtje, voorzitter, hebben we de plicht om te zorgen, en dat moeten we eisen van de regering, voor rechten van meerdere groepen in die samenleving, rechten van de mensen van de pers, rechten van politieke activisten, voorzitter. Tegenwoordig zelf ook rechten van artiesten, die worden bedreigd. Niet, je mag niet eens zingen in het land wat je wil zingen, voorzitter. Dus mijn boodschap en mijn eis naar de regering is tolerantie, voorzitter. En vanuit die tolerantie het erkennen van de rechten van alle groepen. Bouva drukte de regering op het hart om tolerant te zijn aan de diversiteit van gedragingen en meningen binnen de samenleving.